Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. First Lady Melissa Santokki Sinacheri steekt dia aan op Groningen. Minister Bronte Sommaharju geeft start zijn online ambtenarenregistratie. Diwali-viering dit jaar op aangepaste wijze, een praalwagenoptocht. En Suriname Alcoholic Beverages biedt Borgus Residentie Editie aan, president Chandrika Persat Santokki. Op Groningen in het district Saramaka is de aanzet gegeven tot de viering van het Diwali-feest. Bij het districtscommissariaat had presidentsvrouw Melissa Santokki Sinacheri de eer om de dia aan te steken. De First Lady heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om symbolisch 3 pakketten te overhandigen aan seniorenburgers. De communicatiedienst Suriname was aanwezig en brengt u het volgende verslag. Diwali of Deepavali is een van de belangrijke Hindoe-feestdagen. De viering van Diwali strekt zich over een periode van 5 dagen. Dat begint op de 12e dag van de donkere helft van de Hindoe-maand Kartik tot de 2e dag van de verlichte helft van de maand Kartik. De maand Kartik in het Hindoeïsme zijn dat de maanden oktober en november. Het feest wordt meestal gevierd op de nieuwe maan van de maand Kartik. In Suriname kennen wij die dag als Diwali. De Diwali-nacht is de donkerste nacht in de maand. De thema's van alle verhalen verbonden aan Diwali hebben met elkaar gemeen de overwinning van het goede op het kwade, de bevrijding uit gevangenschap en het bereiken van innerlijke verlichting. Hiermee raken wij het hart van het Diwali-feest, dat het feest is van het licht. Het feest van de overwinning van het licht op de duisternis. Duisternis staat voor onwetendheid, voor dubbelzinnigheid, leugen, angst en immoreel gedrag. Het aansteken van de lamp, dia, symboliseert het verdrijven van onwetendheid, tweeslachtigheid en angst. Mensen kunnen de waarheid zien in het licht. Diwali heeft 3 boodschappen. De eerste is dat properheid en hygiëne zeer belangrijk zijn. Daarom zien Hindoes het als een morele plicht om de dag voor Diwali hun huizen, winkels, wegen en leefomgeving grondig te reinigen. De tweede boodschap van Diwali is dat wij in staat zijn om de meest ellendige situatie te kunnen veranderen door gebruik te maken van ons intellect. De derde boodschap is dat kennis waardevol is en de moeite waard om na te streven. Het aansteken van de dia tijdens Diwali symboliseert dit idee. In die zin heeft Diwali een belangrijke betekenis voor de moderne mens. Het spoort ons aan om ons eigen innerlijke licht te herinneren en eventueel ten koste van een grote inspanning op zoek te gaan naar dit innerlijke licht, net zolang we het weer gevonden hebben. Mogen het licht van Diwali u vullen met vreugde, liefde, gezondheid en geluk. Sab ko yahi deti sandesa, ye
दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे दीपावली गली गली De boodschap, de kernwaarde van waarvoor, waarom vieren we dit? Waarom is het belangrijk om dit wel een dagje te geven? Waarom is dat zo? Diwali, om te benadrukken hoe belangrijk het is om het licht te verwelkomen. En het licht brengt zoveel meer met zich. Men begint al schoon te maken. En dat is onderdeel van hygiëne. Dat vandaag de dag zeer belangrijk is. Dus niet alleen handjes wassen, mondkapje op, maar je hele omgeving. Dit was al duizenden jaren al bedacht. En vandaag de dag nog relevant. Het licht moet uw woning kunnen betreden. Het licht gaat alleen betreden als duisternis verdreven is. Zodat het licht komt naar binnen zodat duisternis verdreven kan worden. En duisternis kan... kunt u zien als een kapstok voor verschillende dingen. Dus onreinheid, onwaarheid, onrecht. U noemt het maar op. U kunt het zelf invullen. Het licht komt daar om dat wat er niet hoort te verdrijven. En niet alleen in uw woning, maar ook in uw hart. Want duisternis kan zich overal bevinden. Buiten u, om u, in u. Maar wij blijven evalueren. Wij blijven onze tradities voortzetten. Maar ieder mens heeft hun eigen beleving van wat licht is. Maar het blijft het licht. U mag het onder welke kapstok u wil plaatsen, maar het blijft één en hetzelfde. Het blijft die liefde. Het blijft die warmte. Het blijft dat wat wij koesteren als mens. En dat zal ons binden. Dat moet ons binden. Want als het rein is, als het de waarheid is, als het recht is, als het rechtvaardigheid is, kan het niet anders dan ons binden. In ons hart te elkaar binden. We zijn één samenleving. We zijn hier één gemeenschap. Eén gemeenschap vormt een samenleving. En één samenleving, één gezindheid vormt een natie. En dat is wat wij altijd gaan nastreven. Als mens, als regering, als natie. U mag een setback krijgen. U mag even terugvallen. Het is geen probleem, we zijn niet perfect. Als samenleving zijn we even teruggevallen, maar we gaan nu weer oppakken. En die motivatie zit erin. Herstel. Het is alleen een zegen, zou ik zeggen, dat we vandaag na 3 maanden een nieuwe regering in staat zijn om onze eigen lasten te bekostigen, zonder een lening. Dat is al een zegen van de Almachtige. En dat is een start, let wel. Het is een start. Gun ons de tijd. Geduld is een goede zaak. We kunnen, men zeggen, Rome was niet gebouwd in 1 dag. En herstel ervan wat stuk is, kan ook niet in 1 dag. Maar dat wat ik zei, dat wat ons blijft binden, dat gaat ons redden. Dat is onze redding. En dat zal ons die verlossing brengen. Dat zal ons die ontwikkeling brengen die we allemaal zo naar snakken. Dat gaat de ontwikkeling brengen zodat onze kinderen een toekomst gegarandeerd zijn. दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे अजवाड़ा नी चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे दीपावली अनेक रंगों से दोष Alle kinderen shoot Diwali, ze moeten hun best op school doen, ze moeten naar hun ouders luisteren en ze moeten geen onvoldoende brengen. En alleen voldoende voor hun ouders brengen.
Minister Bronto Sumahardjo van Binnenlandse Zaken heeft het startsein gegeven voor de online registratie van landsdienaren. Dit gebeurde op dinsdag 10 november op het hoofdkantoor van het ministerie. De bewindsman gaf aan dat het doel van de registratie is om alle ambtenaren beter te kunnen voorzien in hun behoeften. De online registratie is voor de ambtenaren van alle ministeries die zich nog niet hebben geregistreerd. Het is ook bedoeld om kosten te besparen, omdat missies naar de districten de overheid veel zullen kosten. Ik heet jullie welkom bij de online landsdienarenregistratie. Geopend door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met als doel onze ambtenaren overheidsbreed beter te kunnen voorzien van hun behoeften. Ik ben bijvoorbeeld de afgelopen 3 maanden zie ik heel veel papieren die ik na 3 maanden teken, 4 maanden teken. En ik denk dat papieren voor vervroegd verlof of buitenbezwaar of verhoging, dat soort zaken. En ik denk dat dit efficiënter gaat gaan. Hierbij kan je precies zien wat je status is van het probleem wat je hebt, zodat ik dus ook jou sneller kan helpen. Dit is voor zowel de actieve landsdienaren als de landsdienaren die zich nog niet hebben geregistreerd. Wij hebben dit gedaan omdat we ten eerste kosten willen besparen. We hebben toestemming gehad van de president om naar de districten te gaan. Maar alleen naar Saramaka is ongeveer 25.000 voor een dag of zo. We gaan uiteindelijk wel naar de districten, maar we willen het eerst online doen. En hoe meer mensen zich online hebben geregistreerd, hoe beter dat is, hoe succesvoller de operatie. Ik raad iedereen aan, elke ambtenaar, dus ook degene die hier zitten en dit nog niet hebben gedaan, dat te doen, want het is alleen maar beter voor jullie. Jullie zaken kunnen zo sneller behartigd worden. Wat ik zeg, als voor een simpele verlof moet je soms 3 maanden wachten, is je verlofdag al voorbij. Dat gaan we allemaal efficiënter maken. Vandaar deze online registratie helpdesk. En de helpdesk is open van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Hij wordt bemenst door enthousiaste Bizanen, waarvoor ik vanuit deze plek ook mijn dank. Ik denk dat we op de goede koers liggen om van een informatiegestuurde overheid naar een datagedreven overheid te zijn. Ik denk dat we op de goede koers liggen als het ministerie van Binnenlandse Zaken, om het ministerie weer het gewicht te geven die het eigenlijk hoort te zijn. Het ministerie is meer dan alleen maar valse beschikkingen geven en mensen aan baan te hebben. Het ministerie heeft zoveel beleidsgebieden. We hebben overheidspersoneelsbeleid, we hebben religieuze zaken, archivalia, CBB. We hebben zoveel dingen en ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik wil nogmaals vanuit deze plek al de ambtenaren van BISA bedanken. Mijn directie en staf bedanken. Ik weet dat jullie het soms moeilijk hebben met mij als minister, want we hebben om de havenklap een protest. Ik hoop dat dat gauw voorbij is. Maar ik dank jullie echt voor jullie ondersteuning. Want alleen door jullie inzet, alleen door jullie harde werken, zal dit ministerie weer de plek krijgen die het verdient. Op zaterdag 14 november 2020 is het Diwali-feest, oftewel het lichtjesfeest, dat de overwinning van het goede over het kwade symboliseert. Dit feest gaat in ons land jaarlijks gepaard met een optocht. Echter, vanwege de COVID-19-situatie vindt deze optocht op aangepaste wijze plaats. Niet meer een stoet van mensen, maar een praalwagenoptocht op donderdag 12 en vrijdag 13 november. De communicatiedienst Suriname had hierover een gesprek met de organisatie. Het doel van deze praalwagenoptocht is dit keer een beetje anders. Hè? Omdat wegens die COVID-maatregelen we die normale optocht die we hadden bij Diwali, we dan niet meer gaan lopen met mensen, met die fakkels. Dan hebben we gepland om dit keer alleen die praalwagenoptocht te doen. Een maand geleden is er een idee gekomen van de voorzitter van de organisaties die meedoen om dit te doen op zo'n manier wegens de COVID-maatregelen. Omdat we niet veel mensen bij elkaar moeten brengen. Dan was er iets in de planning van de voorzitter en dat hebben we uitgewerkt. En vandaag zijn we zover om dat
organiseren. So, het unieke van deze optocht is dat we die Dewi Deutas helemaal versierd gaan zitten in die praalauto's, zodat de mensen kunnen genieten. Ze hebben een kijk op hun op de beelden die de goden afbeelden. En dat is het unieke ervan. Er is een route uitgestippeld. En dat via de media, radio, social media en dergelijke heb je die straten. Het start, als ik het goed heb, en 7 uur bij ERA en Partyplay. Dat is aan de Henry Fernandesweg. En dan wordt gereden via die uitgestippelde route. En die finish is weer bij de ERA Party Place. Wij starten van hier, van ERA Party Place aan de Henry van Andersweg. We hebben 2 dagen die praalwagen optocht. De eerste dag is vanuit de weg naar zee gaan we omgeving Leidingen en dan komen we weer terug hier. En de tweede dag gaan we van hieruit starten, van weg naar zee, ERA Party Place, gaan we richting Plein en dan komen we weer terug in Wanica en dan rijden we terug weer hier zo. Diwali is de overwinning van het goede op het kwade, van licht op de duisternis. En voor de Hindoes is het een hele speciale dag. Vandaar dat wij dan met heel veel fanfare deze dag toewerken naar deze dag. Deze optocht hebben we traditioneel elk jaar gedaan. Dus dit jaar kan ook niet dingen misgaan. Maar gezien de COVID-maatregelen en dergelijke moeten wij op een andere manier een nieuw jasje. Wat de voorgaande jaren gebeurd is dat de president onze ere gast was. Dit jaar hebben we dan gemeen naar hem toe te gaan. Vandaar dat die route is uitgestippeld naar het presidentieel in het paleis en dan weer terug. Het zou zeker mogen. Natuurlijk is het een vereiste dat u het een beetje moet dingen verlichten. En dan heb je een contactnummer. En als u contact maakt met dat nummer, die persoon, zijn er protocollen en regels. U krijgt een nummer enzovoorts enzovoorts en dan mag u zeker meedoen. Natuurlijk met inachtneming van de COVID en regels. Want wij hebben die vergunning gehad op basis van regels. En wij moeten dan ervoor zorgen dat het in een goede banen geleid wordt. Suriname viert op 25 november 2020 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Tegen deze achtergrond heeft de Suriname Alcoholic Beverages, SAB, haar Borgus Refidentie editie op de markt gebracht. President Chandrika Persat Santokhi heeft op woensdag 11 november 2020 een delegatie van het bedrijf op zijn kabinet ontvangen. Het staatshoofd had namelijk de eer het eerste exemplaar van het nieuwe product in ontvangst te nemen. Wij brengen u een verslag van dit moment. Het doet ons goed om dit te doen, omdat we wellicht zult u kunnen herinneren, 14 jaar geleden, rond deze periode, toen SAB zijn 40e verjaardag vierde, was u als onze gast daar en u heeft uit het vat dat daar stond, het eerste glaasje mogen, ik zocht nog naar die foto om die foto aan u in te lezen, maar het was een heel bijzonder moment, waarbij het een introductie was van een nieuwe rum. We hebben gemeend om, zeker in het kader van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid, mag niet ongemerkt voorbij gaan. Wij hebben gezegd, we willen ook vanuit onze kant een steentje bijdragen. Drank is altijd goed, vooral als het een eigen rum is uit Suriname, geproduceerd door Surinamers. Zijn we altijd trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren, zodat we dus in elk geval dit aan u kunnen aanbieden. Maar dat u ook in de gelegenheid bent om dit aan te bieden, dit mooie product aan te bieden aan uw collega's, staatshoofden die komen, hoogwaardigheidsbeplegers. Dus we zijn blij dat we dit hebben kunnen doen en we kijken er naar uit, naar uw bevindingen. Ik hoop dat u ook rum nog steeds drinkt, zoals dit. Ja. 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 Dit is dus inderdaad speciaal ontwikkeld voor de 45-jarige onafhankelijkheid. Het is een product, je mag het zelf maken. Kijk nu, special edition,
Borgo, 1975, 2020, Residency Edition, Premium Rum. Surinaamse product, en dat is de reden geweest waarom ik toestemming heb gegeven aan mijn stafmensen om dit te organiseren. Omdat wij als regering enorm op prijs stellen als Surinaamse producten op de markt gebracht worden. En soms kan een Surinaams product veel meer doen dan welk ander diplomaat dan ook. En we zien namelijk hoe landen in de wereld belangrijk zijn geworden, bekend zijn geworden, alleen vanwege hun producten. En dit is een voorbeeld van een product dat behoorlijk ingang krijgt, nationaal en internationaal. En ik voel me zeer vereerd om als eerste burger van het land dit product te mogen ontvangen. Ik heb inderdaad een hele lange relatie met de directeur, maar ook zeker met het bedrijf. Er was eens een ander product, was geïmporteerd uit Chili. Daarvoor heb ik gezegd, ik ben de enige Suriname die zo'n 7 liter fles daarvan heeft. Maar het is goed dat wij ook als regering Surinaams ondernemerschap stimuleren. En ik kan meegeven dat wij in ons regeerprogramma, en zeker voor komend jaar, tal van projecten hebben, small size, medium size, maar ook hele grote projecten, waar ondernemers zeker aan bod zullen komen. En die staan allemaal op agenda en die gaan we ook uitvoeren in 2021. Maar het is goed om ook even aan te geven dat we afgelopen tijd, ik denk dat voor de eerste keer in de Surinaamse historie is, dat zoveel mensen alcohol tot zich hebben genomen. Misschien niet om te drinken, maar om hun handen te ontsmetten vanwege corona. Maar dit gaat zeker een bijdrage leveren om ook onze Surinamers trotser te maken. En dat er ieder uitkijkt, want ik kreeg al vanaf gisteren appjes. Ja, want men had gehoord dat de huur zou komen. Ja, dat ze heel nieuwsgierig zijn en uitkijken naar het product. Ik kan u één garantie meegeven, alleen vanwege de apps die je gehad hebt, is er enorme belangstelling voor de nieuwe editie. De Borgo, op uw gezondheid, dit gaan we drinken op 25 november 2020. Op onze 45ste staatkundige jaardag als land. En we gaan proosten. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.